Ik ben Saskia Slegers en ik kwam hier vandaag om te luisteren. Vooral. Ik was heel benieuwd naar hoe Nederland denkt eigenlijk. Interessant, leuk om zoveel verschillende mensen bij elkaar te zien en te horen. Het was eigenlijk niet wat ik verwacht had. Ik had verwacht om nog meer over de resultaten van 21 minuten te horen. En het ging breder dan ik verwacht had. En soms was dat leuk en soms was dat wat minder. Onze sessie ging over de maatschappij. En we hebben samen eigenlijk ideeën uitgewisseld, gebrainstormd over hoe kun je zelf de maatschappij nog wat beter maken. Er kwamen een heleboel leuke ideeën naar voren, van de cashière begroeten. Mijn idee was eigenlijk heel erg simpel. Ik heb het zelfs een beetje gestolen. Er hingen allerlei posters op de muren en op elke poster stond lief doen. Door lief te doen maak je volgens mij de maatschappij beter. Bij mij in de buurt, in Utrecht, in Lombok, daar staat ook heel groot op een muur geschreven lief doen. En altijd als ik daar langs loop, dan word ik er helemaal blij van. Door eens te kijken van, kan ik iemand helpen? Waarmee kan ik hem dan helpen? En net een stapje verder te zetten, net wat aardiger, wat liever te doen. Volgens mij komen we dan allemaal een stukje verder.